Het zijn maar kakkerlakken! Kakkerlakken! Aldus Jan Vertonghen. Eriksen. Eriksen. Oh, hij zit erin. Wat een fantastisch doelpunt van Sneijder. Sonk. Van der Vaart voor de goal. Mitea sluit aan. Sneijder is er ook. Mankracht genoeg. Mitea. En de goal. Wat een wonderdoelpunt van Rafael van der Vaart. Trabelsi. En daar is toch de 3-2 door Maduro. Kisna. Maxi is daar, voorzet is daar ook en het is 1-1. Het is 1-1 op slag van rust en werkelijk uit het niets. En wat een goede actie dan van Kisna. Kisna die voor het eerst in de basis staat in de Eredivisie. En hier Martin Zin die met het grootste gemak voorbij gaat, een voorgeeft. En dan is Sigthorsson daar vrij. Fischer komt. Fischer moet. Fischer moet. Fischer doet. Ja! Ronald de Boer. Ronald de Boer. Goeie 1-2. Davids. Maar waar is de opening? Is die daar? Is die daar? Daar is de opening en daar scoort Ajax. Ronald de Boer. Bosman schiet. Hij scoort. Feyenoord dekt niet veel door als Ajax de bal heeft op de helft van Feyenoord. En dat levert via Eriksen de 0-1 op. Helemaal vrij is Klaassen. Gezien. Er zijn er twee Ajaxiden voor het doel. De voorzet is hard. Nou, het is een schot. En wat een schot. Bergkamp. Ja! Oh, zo heb ik het tot nu toe alleen door Mario zien doen. Oh, Fischer. Hoho! Hoho! Wat een doelpunt! Mooi, Zander meldt zich ook als laatste. En die bal valt goed, het is 2-1 voor Ajax. En dan lijkt Veldman het laatste zetje te geven. Voor de tweede keer een doodstille Kuip, want Ajax scoort. Kort, Olsen alleen tussen vier man. En hij komt eruit. Ondanks wijnstekers met name. En het is een doelpunt, een schitterende goal van Jesper Olsen. Ajax kampioen. We zijn weer kampioen, de grote kampioen. We lachen allemaal op Feyenoord en ook op PSV. Ze deden allebei niet om het kampioenschap mee.